Menno Koch, 1-1 thuis tegen Emmen. Dat was niet de uitslag waar jullie op hoopten, denk ik. Nee, we hadden hier 3 punten als enige waarin wij tevreden veld af zouden lopen. En 1 punt, ja, tuurlijk. Als je naar de wedstrijd kijkt, kan je daar misschien nog wel blij mee zijn. Maar in de situatie waar we in zitten en wat ons verwacht, zijn we hier natuurlijk helemaal niet blij mee. En, we brengen veel te laat. Wat we aan het einde laten we nog wel zien dat we proberen te pushen en proberen die overwinning toch nog doorheen te slepen. Maar dat kwam te laat. En met name de eerste helft vond ik dat we veel te laag tempo, veel te verkeerde keuzes maakten. En daardoor hun stonden georganiseerd natuurlijk goed. Speelde denk ik wel meer vanuit de counter. Maar we deden gewoon te weinig om hun daarin echt kapot te spelen. En om ze uit de kaart te drijven. En daardoor was het voor hen makkelijk om ons op te vangen en een aantal keren vanuit de counter gevaarlijk proberen te worden. En dat zit natuurlijk ook niet mee als dan de eerste kans er gelijk ingaat. En dat is helaas iets wat dit seizoen ook te vaak is voorgekomen. Dus al met al een zure avond. Het is een beetje de rode draad van het seizoen, denk ik, dat je meer hoopt dan er uiteindelijk lukt. Je staat nu met 4 wedstrijden voor het einde, als het mee zit, 4 punten achter. Gaan jullie degraderen, denk je? Ja, die vraag die kan je pas stellen, denk ik, op het moment dat het zover is. We hebben nu nog 4 wedstrijden te gaan. Dus tuurlijk zal het heel moeilijk worden, maar zolang er een kans is, ook al is het maar 1%, dan moet je er 100% voor gaan. En daar zullen wij ook vol voor moeten gaan, die laatste 4 wedstrijden. En dus om daar een vraag of om daar antwoord op te geven, nee, we zijn nog niet gedegradeerd. We hebben nu 4 wedstrijden te gaan met Fortuna de eerstvolgende. Ik wil je natuurlijk geen complex aan praten, maar je zegt zelf, hè, we brengen in de eerste helft niet wat we zouden moeten brengen. Dat lukt veel te laat. Dat is ook eerder in deze competitie een aantal keer gebeurd. Wat zijn voor jullie dan de punten waar jij aan vasthoudt op dit moment? Wat bedoel je qua wat je goed... Om punten te halen. Ik denk dat vandaag niet een wedstrijd was waarbij we heel veel... heel veel positieve dingen kunnen halen helaas. En dat hebben we de afgelopen weken hadden wat meer laten zien. In deze wedstrijd vond ik dat we te weinig echt in de duels kwamen, namen in het begin. En eerst zelf in ieder geval. En wat ik al zei, in balbezit gewoon veel te laag tempo houden. Dus daarin moeten wij de komende weken elkaar toch kort aanspreken van wat er beter in moet. En richting Fortuna zal dat ook echt beter moeten, wil je resultaat gaan halen. En dat is het enige wat we nu in de komende week kunnen doen. Zorgen dat we daarin verbeteren, zorgen dat we daarin toch nog ontwikkelen. En in Sittard beter spel laten zien. We zitten inmiddels op 30 wedstrijden. Zijn er elftallen die het meer verdienen te degraderen dan jullie, vind je? Ik vind dat op het moment dat degene dat je degradeert, dan verdien je te degraderen. En, dus wie dadelijk degradeert, die verdient het. En of wij dat dan zijn of een andere club, dat ligt eraan wie er eindigt aan het einde. Trainen dan voor deze wedstrijd wat druk bij jullie weg door te zeggen, we willen heel graag, we moeten niet per se. Hoe ga je naar de komende wedstrijden toe? Want je weet natuurlijk dat dit een wedstrijd was die je eigenlijk wel had moeten winnen. Ja, nee, wat ik net zei, 3 punten waren het enige waar wij voldoende aan hadden vandaag, denk ik. En, dus die volgende wedstrijden zal die druk er zeker op zitten. En je staat nu 4 punten achter, dus dat betekent dat je minimaal 2 wedstrijden zou moeten winnen. In de hoop dat de tegenstander geen punten pakt. En dat is de eerstvolgende doelstelling waar we ons op moeten focussen met Fortuna als eerste horde weer. Is dat ook wat jullie doen, hè, nu per wedstrijd kijken? Ja, sowieso. Je kan niet verder kijken dan eerst voor een wedstrijd, denk ik. Want Fortuna is denk ik de eerstvolgende horde. En om nu al aan de volgende 3 wedstrijden te denken, daar hebben we denk ik al onze energie voor nodig om in 1 wedstrijd te steken. Dus zorgen dat we in eerste nu vol focus op Fortuna gaat. En dan daarna kijken we wel verder. Succes, dankjewel.